Er zijn bijna geen beperkende coronamaatregelen meer van kracht. En toch was er zondag in Nijmegen een demonstratie tegen zulke maatregelen. Ongeveer 1000 betogers begonnen op de Waalkade en liepen vervolgens een mars rondom het centrum. De organisatie is vooral bezorgd om de coronaspoedwet die nog steeds van kracht is. Dus is het gevaar van het beperken van de vrijheid van burgers nog niet geweken, zo is de angst. Oorspronkelijk zou ook activist Willem Engel aanwezig zijn in Nijmegen, maar hij is onderweg opnieuw opgepakt, omdat hij zich volgens het Openbaar Ministerie niet heeft gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating.